Ja, hij staat weer de vrouw achter de buiten gezien. Hij is echt balanceren op de kort. Ja, ik kan jullie proberen uit te leggen hoe het hier achter eraan toe gaat, maar het is hectiek, chaotisch, alles ten top. Niels, ik wilde eigenlijk eerst vragen, hebben jullie ons een klein beetje gemist? Hebben jullie ons gemist? Charlotte, bedankt voor de aanmoediging. Ja, ik kan over Marieke ook wat dingen zeggen, maar dat laat niet doen. Nee, laat niet doen. Ja, wat je nu te zien krijgt, dat gaat elke... Ja, nee, wij weten dat niet, dus ja. Ja, ik weet alleen dat Rico hier dan ook gewoon speelt. Het is wel lekker hier zo met die lamp om nog een half uur door te praten, dan krijg je het lekker heet en zo. Het is wel zwanger, hè? Dat weet ik niet doen. Nee, dat wordt niet beter. Maar goed, er is hier gewoon 15 vierkante meter zelf voor af. Ja. Lieve kindertjes, Guido en de rest zal ik het maar noemen. Zouden jullie eventjes iets naar achter willen gaan? Want we krijgen een hele grote groep van mensen die allemaal, ja, hoe zal ik het zeggen, onder invloed zijn van. En dan bedoel ik het maar positief. Zouden jullie dan even achter de stoelen willen gaan staan? Dat zou echt fantastisch zijn. Laten we het zo zeggen, we sturen jullie naar achter om naar Rico eraan komt. Er zitten een aantal gevallen dames bij, dus... En Rico. Dus. En ik heb het even opgeschreven, want ik heb de naam, ik heb ze nog nooit gehoord en ik weet het niet, ik heb geen idee wat het ja, is. Ja, Jimmy, Jeffrey, Sonny... Ik heb hier officieel genoteerd. En laat ik dan maar gelijk het startschot geven. Mensen, we gaan door met de volgende etappe. We hebben overigens, ja. Ja, hallo. Slaat even zo over. We hebben een extra act, ja. Ja, kinderen, ik kom weer terug. Die vonden het zo gezellig, jullie applaus en zo. Ja, ja. Dus, mag ik even jullie applaus en waardering voor Sjors, Jeffrey, Jimmy en Rico. Ja, een kleine veertje. Applaus!